In zijn huis te Veen kon je het zonder afspraak vaccineren worden tegen het coronavirus. De zogenaamde pop-up priklocaties van GGD Friesland doeken de komende weken op verschillende plakken in de provincie op. De zoendersdienst wil het mensen zo makkelijk mogelijk meidje om een prik te helpen. We hebben krek weer begonnen met de pop-up locaties. Gisteren hebben we in Haaswest. Daar hebben we een 400 mensen aan onze opkomst. En hebben we goed gevaccineerd. En waar mij er al jaar komen je? Iedereen voor een herhaalprik van 12 jaar en ouder. Die de laatste 3 maand geen vaccinatie gewoon ha, of geen coronabesmetting. De pop-up locaties binnen tijdelijk. Mensen kunnen dit lonen met vragen over het vaccin en het coronavirus. De opkomst is met pop-up locaties altijd afwachten. Maar Wening is net ontevreden. In zijn huis te Veen kwamen er in het eerste uren zo'n 30 mensen deel. Superkrijg ga ik hem hoor, ja. Hoe voelde wie het van jou? De laatste 40, hè? Ja. En in de geen twijfels horen, je dacht ik kom ik gewoon te prikken? Ja, ja. Nou, eigenlijk uit veiligheid voor de medemens. Als ik gewoon een mens ben, dat ik prik ben, de veiligheid, ja. En is net dat je dacht van, nou ja, corona, dat zal via voort dit keer maar zitten? Nee, beslist net. Nee. Wie kan dat krijgen, hè? We hadden het net gewoon, maar we kunnen het krijgen. Dat heb via pronglok gestioneerd. Dus vandaar dat ik hier ben. En toen dacht je van, nou, dan maak ik even heen? Ja. Tegen wie geen afspraak meer, kleer. Ik heb wel twijfels, ja. Maar ja, ik wilde net ziek van worden. Of ik wil eigenlijk net best ziek worden. Ja, wie had ik over oren prikken? Ik gewoon. En ik denk dat het toch wel een goede zaak is dat het gebeurt. He, er wordt net van niks een grote PR om jong. Dus het zou best wel goed zijn. En ja, ik ga hier een keer verleden hier met de crisis corona gaan. En dan doe je dat net zo slim. Mijn vrouw had er meer les van gehad. Wening had het idee dat mensen de priklocatie goed willen te vinden en verjerje dat ze op dolle roes deel komen kennen. Mensen zijn enthousiast, binnen blij dat we in de buurt binnen, dat het makkelijk toegankelijk is en dat we bij hun langskomen eigenlijk. De service wat we verlienen.